Dag Rob, hoi. Leuk dat we hier bij MEP elkaar ontmoeten. Ja. Waarom wil je bij MEP? Nou, sowieso omdat ik zelf heel erg van sport hou. Ik vind sport gewoon hartstikke leuk om te doen. Lang gevoetbald in Liemt bij DVG. Ik ga hardlopen, wielrennen. Nou, en nu heb ik heb ook 3 kinderen. Dus ik vind het ook heel leuk dat de kinderen zijn gaan sporten. En een van de meiden die is op hockey gegaan. En ik heb zelf dus nooit gehockeyd, maar ik vond het wel zo leuk dat zij sport leuk vinden dat ik gezegd heb, dan wil ik ook wel meteen coach worden. Dus elke zaterdag ben ik hier op het hockeyveld te vinden om mijn oudste dochter te coachen. Vooral daar op dat 6-tegen-6 veldje. Ben jij echt zo sportief aangelegd? Aangelegd, ik weet niet. Ik heb een broer die sowieso veel beter sport dan ik. Ja, het gaat niet over de kwaliteit, maar je sport heel veel. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Wat doe je dan allemaal? Ja, ik probeer wel 2 keer in de week te gaan hardlopen. En ook nog 2 keer in de week naar het werk te wielrennen. Voor coronatijd dan. Nu ben ik vooral thuis aan het werk. En in de zomer als het lekker weer is, dan wil ik ook nog wel eens gaan skileren. In de winter, afgelopen winter, een paar keer naar de schaatsbaan gegaan. Tegen mijn kinderen gezegd, van, ik vind het wel leuk als jullie ook leren schaatsen. Dus alles wat met sporten te maken heeft, dat vind ik gewoon leuk. En ik kijk het graag. Als jij sport kijkt, wat kijk je dan? Toch ook wel wielrennen vind ik wel gaaf. De Tour de France is natuurlijk wel zo'n itempje wat je elk jaar wil zien. En rugby. Ik wist er vroeger helemaal niks van. Op een gegeven moment is één van mijn broers is gaan rugbyen. En sinds dat ik dat spelletje een beetje ken, denk ik, ja, dat is eigenlijk ook echt wel heel vet om te kijken. Maar je hebt niet echt de postuur voor rugbyer. Nee, ik zelf inderdaad niet. Ik ben niet zo'n krachtpatser. Maar ik vind het wel echt een hele stoere sport. Leuk om te zien. En tennis. Overigens dat een van de weinige sporten die ik misschien zelf nog nooit gedaan heb. Maar ik vind het ook wel weer heel leuk om naar te kijken. Nou, doe je ook aan passieve sport kijken, hè, zeg je. Ja. Heb je ook een favoriete voetbalclub? Want je hebt gevoetbald. Ja, zeker. Ik heb 17 jaar een seizoenkaart gehad voor PSV. Zo. Dus ja, zeker in die tijd was ik echt heel fanatiek. En ik vond het. Ik ging naar alle thuiswedstrijden, naar de Champions League wedstrijden toe. En ik hoorde ook echt al bij de mensen die vonden, van als ik in het stadion zit, dan hoor je ook te zingen en sfeer te maken. Elke zaterdag of om de week gezeten. Stiekem staat nog steeds balen van, wat jammer dat ik dat toen heb losgelaten. Maar ja, nu volg ik het gewoon via tv. Ja Rob, je zei net al dat je een gezin hebt met 3 kinderen. Klopt. En een vrouw natuurlijk. Ja, het zijn jongens, meisjes? 3 meiden. Oei. Hoezo? Nou, hoe is het dan om als enige man met 4 vrouwen samen te leven? Oh, ik vind het alleen maar gezellig. Het is juist eigenlijk nog wel typisch, want ik kom zelf uit een gezin met 3 broers, mezelf meegerekend. Dus ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat ik dan zelf 3 meiden heb. Maak je dat ook eens mee hoe meisjes opgroeien. Ik wist het alleen van jongens. Maar nu is het wel als vader van? Ja, natuurlijk totaal anders, maar ik vind het hartstikke leuk. Je hebt een gezin, je hebt een baan, ja. Je hebt het je sporten. Ja, en zeker. Nu ga je ook nog een keer als lijsttrekker van de VVD aan de slag. Ja. Hoe ga je dat allemaal combineren? Ja, eigenlijk combineer ik het nu natuurlijk al. In de campagnetijd is het al druk. En ik heb er altijd dingen naast gedaan, naast studie en naast werk. Het is een beetje cliché om te zeggen misschien, maar ik ben niet een echte stilzitter. Ik zeg cliché, want wie vindt dat nou wel van zichzelf? Maar ik heb er altijd wat dingen bij gedaan. Dus en op een gegeven moment werd het in de politiek steeds meer. En dan richt je daar je leven op in en dan doe je sporten 's ochtends vroeg in plaats van later op de middag. En dan zit de dag wel weer vol, maar dan het kan er wel allemaal wat bij. Je zei baan. Wat voor baan heb je? Wat doe je precies? Ja, dat is heel lastig om in echt snel samen te vatten. Maar ik werk in de bankensector en dan noemen ze dat wel eens financieel analist. Het komt er eigenlijk op neer dat bedrijven hebben plannen om te groeien, om te investeren.
Die worden bij de bank ingediend. En ik ben een van de mensen binnen de bank die naar die plannen kijkt. En die op basis van de financiële gegevens en van marktgegevens daar een analyse op maakt. Hè, vandaar financiële analist. En dan natuurlijk hoopt dat we het bedrijf kunnen helpen met kredietverlening. Nou, we zijn hier midden in Liemde, ja. Jouw geboorteplaats. Hoe is dat geweest? Nou, inderdaad ben ik hier geboren. Ik heb hier tot mijn 18e gewoond. En ik en mijn hele familie was hier altijd heel actief in het verenigingsleven. Ik heb weet ik hoe vaak aan de carnavalsoptocht mee gedaan. Ik ging altijd naar de Boerenmertuwe, die was altijd hier rondom dit plein. En ik heb hier gewoond tot ik een jaar of 18 was en toen ben ik verhuisd naar Nijmegen omdat ik daar ging studeren. Wat heb je gestudeerd? Ik heb geschiedenis gestudeerd. Geschiedenis? Oh. Ja, ja, ik had toen niet het idee van daar ga ik docent mee worden. Ik wist niet wat ik er wel mee ging doen. Maar ik was, sinds dat ik een jaar of, ja dat weet je nooit zo precies, maar een jaar of 15, misschien al eerder, was ik al politiek geïnteresseerd geraakt. Begonnen met kranten lezen en dacht ik, ja, geschiedenis is wel heel erg een studie die bezig is met waarom zit de maatschappij zo in elkaar zoals die in elkaar zit. En dat vond ik heel leuk om meer over te weten en daarom ben ik dat gaan studeren. Maar wanneer is nou echt het moment geweest dat je zegt van nou, nu wil ik die politiek wel gaan doen? Dat heeft wel te maken met toen de opkomst rondom Pim Fortuyn. Nog in Leefbaar Rotterdam in de eerste instantie. Ik volgde al kranten en zo, zei ik. Ik las al kranten. En toen kreeg je toch wel in de gaten van, oh, maar politiek, dat gaat wel ergens over. Het zorgt voor opschudding, voor een beetje reuring. Heel veel mensen vinden er wat van. En toen ben ik me er nog verder in gaan verdiepen. En toen ik dus in Nijmegen studeerde, ben ik lid geworden van de VVD toen ik een jaar of 1 of 22 was, volgens mij al. Hoe ben je nou bij de VVD terechtgekomen? Ja, ja, het is natuurlijk niet dat je dan op die leeftijd meteen weet van eens een VVD'er, altijd een VVD'er. Dus je bent wat aan het nadenken over de politiek en waar voel ik me nou het beste bij thuis. Ook met uitstraling van de partijen. En het heeft me altijd echt enorm aangetrokken dat de VVD een volkspartij voor vrijheid en democratie is. Dus echt een partij die er voor iedereen wil zijn. En precies op het moment dat ik politiek actief werd en voor het eerst een keer naar een landelijke bijeenkomst ging, dat viel ook samen met de opkomst van Rutte. En die straalde dat ook helemaal uit. Van de mouwen opstropen, aan de gang, we zijn er voor iedereen. Eventuele clichés die sommige mensen nog van de VVD hadden, dat we op zaterdag bij elkaar komen in een driedelig pak. Daar zei Rutte van in die tijd letterlijk van, nou, wat mij betreft, je mag natuurlijk aanhouden. Iedereen moet aanhouden wat hij zelf, waar hij zich prettig bij voelt. Maar het hoeft voor mij niet. Ik denk, hey, die hele cultuur, die hele sfeer, dat pakt me meteen heel erg aan. Hoe vindt je vader dat als CDA'er om dan te zien dat zijn zoon VVD'er is? Wow, dat zou je natuurlijk hem zelf moeten vragen. Maar nee, wat ik zei, hij was op de achtergrond actief en in die tijd in een kleine dorp was het CDA sowieso een hele grote partij. Dus ook een logische partij om wat voor te gaan doen. En het is thuis nooit een discussie geweest van bij welke partij je nou wel of niet. Of welke gedachtegoed. Het was echt iets van mij. Dus niet misschien wel weer typisch VVD dat ik zeg, nou ik ga zelf wel bepalen of kijken waar ik me thuis voel en hoe ik mijn leven inricht. Mogelijk word je gekozen tot raadslid. Ja. En nou is het zo dat ga je Dim van der Vries opvolgen. Klopt. Je bent een jonge, onervaren raadslid. Wat ga je anders doen? Nou, helemaal onervaren ben ik niet. Ik loop ook al een paar jaar lang mee in de steunfractie, dus ik help. Als raadslid? Klopt, als raadslid. Hè, dat, maar goed, eens moet je eerste keer zijn natuurlijk.
En ik denk niet dat er dingen zijn die ik radicaal anders ga doen. Dat zou ook raar zijn natuurlijk als je allebei bij dezelfde partij zit en je zou ineens iets heel anders gaan doen. Maar je krijgt automatisch dat een ander kopie, om het zo te zeggen, op een andere manier praat, op een andere manier contacten zoekt. Ja, en in die zin rolt daar vanzelf wat accentverschillen uit, maar we zijn allebei gewoon van de VVD en dat blijft zo. Nou, stel je wordt gekozen in de raad, daar hebben we het net al even over gehad. Ja. Wie wordt dan jullie wethouder als je in het college komt? Dat weten we nog niet. En ik lees die vraag, of in meerdere media lees ik dat die vraag aan partijen wordt gesteld. En wie onze geschikte wethouderskandidaten zijn. Maar op dit moment zijn we daar niet mee bezig. Er zijn partijen die al zeggen van nou, ik word alleen maar wethouder, ik word gekozen en ik ga niet in de raad zitten als ik geen wethouder word. Ja, klopt. En elke partij moet daar natuurlijk zijn eigen afweging in maken van hoe ze dat naar buiten brengen. Ik zelf vind dat geen logische afweging, wat ik net uitgelegd heb. Je kiest in eerste instantie op de raadszetels of op mensen die in de raad komen en niet op de wethouder. Dus ik zou dat zelf niet zo gedaan hebben, maar dat moeten partijen zelf weten. Laatste vraag, wat dat betreft, zou je zelf wethouder willen worden? Ja, vind ik lastig. Als je nu zo op de man afvraagt, denk ik van nee. Omdat ik juist uitgelegd heb, het is belangrijk dat we eerst meer zetels proberen te krijgen als de VVD. En dat vind ik eigenlijk mijn belangrijkste taak nu, om proberen die VVD te laten groeien. En dan gaan we daarna wel kijken dat als we die groei te pakken krijgen en we kunnen in de coalitie komen, wie er onze wethouder kan worden. Dus dat ligt er ook nog weer aan hoe groot je wordt en op welke posities allemaal. Maar op dit moment ben ik daar dus niet mee bezig. En denk ik over, nee, laat mij vooral zorgen dat de VVD groot wordt en de politieke sterke kracht wordt in de raad. Maar goed, zeg nooit nooit, maar in principe, nee, ik denk niet dat ik zelf wethouder word. Duidelijk. In het programma van VVD staat dat woningbouw gestimuleerd moet worden. En sterker nog, dat we de achterstanden moeten inhalen. Ja. Wat mijn vraag is, hebben we, en ik zag trouwens ook op jullie borden 2000 woningen. Ja. Is er eigenlijk wel een echte achterstand? Ja, die is er zeker. Bokstel, de gemeente Bokstel bungelt ook onderaan de lijstjes van de provincie. Die netjes in kaart brengt in welke gemeente er hoeveel woningen er gebouwd of, nou, beter gezegd, niet gebouwd worden. Dus er, onze gemeente loopt. Ik moet eerlijk zeggen dat er nogal wat projecten lopen. Hè? We hebben de Heem van Celis. We hebben hier een aantal projecten die in voorbereiding zijn. We hebben Petershof, wat nu gebouwd is, een klein project. Dus er wordt nogal wat gedaan, toch? Nee, het is ook niet zo dat er niks loopt. Maar al die dingen die je nu opnoemt, die zijn eigenlijk pas de laatste paar maanden in versnelling gekomen. En ook als je die aantallen bij elkaar optelt, kom je niet aan het aantal woningen wat het huidige college zich een aantal jaar terug als doel had gesteld om te gaan bouwen. En dat zie je dus ook terug in de cijfers van de provincie. Dus ik vind het heel logisch dat, en overigens niet alleen de VVD, maar dat veel partijen daar de nadruk op leggen van er moeten echt meer woningen worden gebouwd. Nou, heb ik ergens gelezen, ja, dat je hebt aangegeven dat er zelfs een wethouder voor woningbouw zou moeten komen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp dat niet helemaal, maar het gaat nu geld kosten, zo'n extra wethouder daarvoor. En ja, is het niet een beetje spielerij? Nou, het leuke is, het is geen extra wethouder erbij. En dus is het ook geen spielerij. We hebben echt bedoeld om een wethouder binnen het bestaande aantal wethouders vrij te kunnen spelen puur alleen op de taak van woningbouw. Om dus ook het bestuurlijk betere aansturing te krijgen op al die projecten die er lopen. Om die sneller in procedure te krijgen en sneller het bestemmingsplan rond te krijgen. Zodat we als een instrument om meer woningen te gaan bouwen. Hoe ga je dat dan doen? Want ik snap het niet. Dit college is heel druk bezig met het woningbouwprogramma. Wat gaan jullie dan anders doen dat het wel versneld wordt? Nou, ik geloof
natuurlijk best dat men druk bezig is. Maar de resultaten in de praktijk, die vallen me tegen. Dus de afgelopen jaren zijn er gewoon heel weinig woningen gebouwd. Juist omdat, en dat stond overigens ook in een rapport van de Rekenkamer, waar dat kwam nadat wij ons ideetje van dat wethouder woningbouw al hadden. Maar dat rapport van de Rekenkamer dat liet ook zien dat er in Boksel weinig projectmatig wordt gewerkt. Dat het overzicht soms kwijt is van welk project is hoe ver in procedure. En een wethouder woningbouw is een manier, een oplossing om wat meer structuur te gaan krijgen. Om ook vanuit bestuurlijk, dus het ambtelijk te kunnen gaan aansturen dat het wat helderder wordt. Waar zijn we mee bezig? En dat is wel een manier om die woningen of die bouw van de woningen te kunnen gaan versnellen. Ja, ik wil daar toch wel een kanttekening bij maken. Want we hebben natuurlijk een Boksel wat natuurlijk heel veel natuurgebied heeft. Wat de snelweg heeft. We hebben ook een bevolking die nogal wat kan protesteren. Er is nogal wat te doen als er nieuwbouw is. Er een heel traject te gaan met protesten, bezwaren. Daar heb jij mee te maken. Ja. En dat gaat dus... Dat moeten jullie dus zien te managen. En dan vraag ik mij af hoe je dat gaat doen. Nou, om dat laatste in te gaan. Ik geloof niet dat nou in Boksel anders is dan op andere plekken. Dat nou, mensen... Er zijn veel projecten. Elk project, bouwproject, wat er hier is, zijn overal bezwaren. Dat is hier in Liemde. Dat is heen van Celissen geweest. Nog steeds. Er zijn heel veel protesten. Ja, maar dat projecten moeilijk zijn... Dat, ik weet niet of je mij nog kunt verstaan overigens met de vraag die op de achtergrond. Maar dat lijkt me niet typisch Boksels. Dat zal overal zo zijn. Ik geloof niet dat er in Boksel een ander soort mensen woont dan in andere gemeentes. En toch lukt het die andere gemeentes wel. Dus ik denk dat er echt wel wat veel mee te maken heeft om mensen in een vroeger stadium erbij te gaan betrekken. En dus juist niet te gaan denken in de beperkingen van we wonen dicht bij natuur en dicht bij de snelweg of... Dat zijn gegevens die je weet, dus daar kun je ook op inspelen. En ik denk als je dat meer uitstraalt, en vandaar ook weer terug naar dat wethouder wonen, een wethouder daar helemaal op vrij speelt, dat daar echt wel wat een versnelling kan komen in, we gaan gewoon voor iedereen woningen bouwen. En dan doet het ook niet toe of je het hebt over starterswoningen, of over sociale huur, of over koopwoningen. We kunnen al die woningen gewoon gaan bouwen. Sinds dat ik dit verhaal aan het uitdragen ben, ben ik ook echt al een paar keer bij mensen op de koffie geweest die me uitnodigen. Die zeggen, ja Rob, je hebt gelijk. Ik heb plannen liggen. En die heb ik al jaren geleden bij de gemeente ingediend. Maar ik hoor nooit iets van ze. Dus ik weet niet, zijn ze er voor of tegen? Kan het wel, kan het niet? Hoe ver, wanneer? Dus er is echt heel veel mogelijk als we die positieve vibe wat meer gaan uitstralen met z'n allen. Meer bouwen. Mm-hmm. Betekent ook meer inkomsten, wordt gezegd. Dat heb ik gelezen. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat dit helemaal klopt wat je zegt. Als we meer gaan bouwen, betekent dat ook meer inkomsten van de gemeente. Je krijgt leases. Als de huizen eenmaal gebouwd zijn, komt er geld binnen via de OZB. Dus ook een grote inkomstenbron voor de gemeente, die gemeente Boksel goed kan OZB, gebruiken. OZB, die wordt ook weer heel veel uit... En de inkomsten worden ook weer uitgegeven aan het aanleggen van de hele infrastructuur. Denk aan wegen, denk aan groen, denk aan de riolering. Nou ja, en dat zijn ook... belangrijke dingen. Dus het ook... En het beheer ook, hè? Dus er moet, dat is een steeds terugkomende post. Ja, natuurlijk. En het is ook niet zo dat al die inkomsten die ik net noemde, dat dat één op één extra inkomsten zijn. Maar als je daar goede plannen op maakt, kun je ongetwijfeld meer verdienen dan dat je gaat uitgeven. Dus voor de gemeente Boksel is het echt een hele voor de hand liggende manier ook om aan meer inkomsten te komen, om wat te doen aan onze financiële situatie van de gemeente. Ja, ik ga ervan uit dat je de raad inkomt even. Misschien wel wethouder, bij wijze van spreken, maar je wordt gekozen voor 5,5 jaar. Ja. Want we zijn nu met de herindelingsverkiezingen bezig. Als je nou 5,5 jaar terugkijkt, wat moet er gerealiseerd zijn? Moet. Eén ding. Die woningen. Hoeveel? Nou, we hebben gezegd 2000 woningen. Dus we moeten over weer 5,5 jaar zorgen dat we een zo groot mogelijk deel van die 2000 woningen gebouwd hebben. Zo groot mogelijk deel, concreet. Ja, kijk, als het er straks... De 2000 moet gerealiseerd zijn. En als het er straks 1978 zijn, dan ben ik uiteraard heel, heel blij. Nee, maar daar gaat het om. We moeten gewoon woningen gaan bouwen. Als je me één ding vraagt, dan is dat het antwoord. Oké, dankjewel. Ja.
Rob, ja. Was een leuk en geanimeerd gesprek. Vond ik ook. Ik wens jullie ontzettend veel succes met de verkiezingen. Ja, dankjewel. En wie weet, zien we elkaar daar nog eens. Ja, u weet, je bent wat mij betreft welkom om dit soort gesprekken vaker te doen. Het is ook belangrijk dat we als politici niet alleen maar in verkiezingstijd dit soort gesprekjes doen met journalisten, maar dat we dat ook straks na de verkiezingen gewoon blijven doen. Dus wat mij betreft zien we elkaar hier dan weer. Nogmaals, heel veel succes. Ja, dankjewel. Tot ziens. Tot kijk.